Vici, 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 vici. Ja, ja, mensen. Yo, mensen, laten we weer een nieuwe. Spoiler. Lekker. Goed, hè? Dus mensen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank jullie wel. Yo visvrienden, daar zijn we weer. We gaan even een sessietje doen. Een kort nachtsessietje zelfs. Een korte nachtsessie. Ja, ja. Het bizar weinig spullen bij me voor mij doen. Van een nachtsessie doen samen met mijn buurjongen. En mijn andere jongen die vis even een avondje mee. Mijn andere buurjongen. Dus ja, een gezellig boel. Ik zal mijn spullen even eruit gooien. Naar de waterkant brengen. Snel de lijn opschrijven. Het is inmiddels al half acht. En het is al een stuk korter licht als anders. Vis gespot. Gezien. Helaas ook door de vis gezien. Dat is altijd minder. Maar ze hebben de vijver aardig uitgebaggerd. Schoongemaakt of iets. Dat is duidelijk te zien. Dus ik hoop dat dat goed uit gaat pakken. Ik gooi de spullen snel uit, mensen. Dus even gaan kijken. Spullen gearriveerd, mensen. Ik spat best veel vis. Dus ik ga snel over tot actie. De basis hier liggen. In ieder geval de hengeltje op scherp kunnen. We hebben alleen een stretje bij ons. En een dekentje. Dus we gaan lekker de open lucht in vanavond. Het belooft droog te worden, niet koud. Maar wat lachen. Laten we snel overgaan tot actie. Heb je zin in? Het zit niet altijd mee, mensen. Ik ben volgens mij mijn hangers vergeten. Dus ik ben gelukkig niet zo heel ver van huis. Die ga ik even snel oppikken en ik ben hier niet alleen. Dus de jongens kunnen even op de spullen letten. Dus ik ga zo gek naar huis toe, even kijken. Dan denk ik dat ze thuis ergens op schat liggen of zo. Dat kan natuurlijk gebeuren, shit happens. Maar gelukkig ben ik lekker dichtbij. Dus die ga ik mooi even snel ophalen. Want ik wil het wel goed voor elkaar hebben straks. Geloof het of niet, ik kan ze niet vinden. En ik ben best netjes met mijn visspullen, maar ik zou het niet weten. Ik heb even twee oudjes gepakt. Dat ik in ieder geval wat heb. Ik zou niet weten waar ze zijn. Dat is best gek. Ik heb de schuur een beetje op de kop gezet. Maar ze zouden eigenlijk voor het pakken moeten liggen dan. Heel apart. Misschien is ze dan toch ergens onder mijn tas zitten. Zul je zien. Kom ik daar ook aan de waterkant. Kijk nog een keer goed in de tas. Kom ik ze alsnog tegen. Nou ja, dan is dat maar zo. Dan heb ik ze in ieder geval. Ik moest toch even naar de wc een grote boodschap doen. Dus dat scheelt dan weer zoveel. Ik had dat in ieder geval kunnen doen. Nu op naar de waterkant. Want het gaat nu wel erg hard. Het is zo donker. En ik wil ze op scherp hebben liggen. Jazeker. Wat? Dat ding doen we daar. Dat ding ging weer uit zichzelf varen. Oké, wat zeg je? Jazeker, ben ik YouTuber. Welke account dan? Max Vissen, M-A-X Vissen. Vissen? Ja. Ja, zeker weten. Maar daar heb ik al wel eens gekeken. Ja? Dat ben ik. Zijn mensen je vlog aan het kijken? Er kijken best wel mensen de vlog, ja. Vooral ook uit de buurt en zo. En hij is nu aan het filmen. Hij is nu aan het filmen, ja. Dus het kan maar zo zijn dat ik het erin plak. Als... Dat moet je ook doen. Ja, vind je dat leuk? Ja, ik wil er wel in. Ja, wil je erin? Ja. Dan gaan we zorgen dat een stukje erin komt. Ja. Wat vinden jullie van Max vissen? Laten we het zo zeggen, vissen jullie zelf ook? Gedaan, maar... Ja, tuurlijk kennen we Enzo Knol. Enzo Knol is de joep joep van Nederland, toch? Ja, we kunnen
met hem op de foto. Wil je een keer met hem op de foto? Ja, maar ik weet niet precies hoe we naar hem moeten rijden. Ja, ja. Hij woont in die buurt, een uurtje hier vandaan of zo, denk ik. Ja. Daar staat ook Max Visser. Maar Enzo Knol, ja, dat is een hele grote jongen natuurlijk. Maar het doet ook al heel lang, een jaartje of 5, 6. En de vrouw is Maaien. Ja, klopt. Ja. Dat is een vriendin, klopt. En dat is zo'n boot waar je voer in doet. Ja, kun je hem uitvaren. Ja, klopt. En dan gooi je de hengel daar neer en dan heb je zijn. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat gaan we wel proberen in ieder geval. Horen mensen ons? Dat denk ik wel, ja. Als ze geluid aan hebben? Ja, ik heb het geluid aanstaan. De GoPro, je kan het allemaal instellen, dus... Hoeveel abonnees heb je al dan? Ik heb er niet zoveel. Ik ben geen Enzo Knol, hoor. Ik heb er 2300 of zo, geloof ik. Maar het is echt op visgebied, visgerelateerd. Allemaal visvlogs. Best veel vissen, hoor. Ja, zeker weten. Ja. Vissen is een hele grote sport in Nederland. Ja. Echt? Ja. Ja, maar ik kijk bijvoorbeeld naar de, als jullie Enzo Knol knijken, dan kijken jullie ook, zien jullie Daniel Weijers ook wel eens voorbij komen. Ja, mijn lievelings. Daniel Weijers is een van de bekendste op visgebied in Nederland. Daniel, ja. Oh ja, die is de vriend van Enzo Knol. Ja. Maar hij was ook op vakantie bij hem. Ja, klopt. Met de camper zijn ze 3 weken op vakantie geweest. Ja. Visie. Ja, mensen. Gaat ook een keertje mee. Gelijk vangles. Rustig blijven, maatje. Rustig blijven. Dan ziet er nog wel uit, een leuke vis. Zit erin. Lekker hoor. Ben benieuwd. Hebben we een dagmat ook? Ja mensen. Expeditie Robinson in het klein. 9:15. Hier ga ik even kokkerellen hier voor ons. Kijk dan. Hoppatee. Een of andere Turkse pizza lamatjoen of zo, weet ik veel. Nee, maar een Spaanse tortilla. Een Spaanse wat? Tortilla. Een Spaanse tortilla. Hier ga ik even bezig met mijn minicamping hier. Hoi. Ja. En een prachtig baan. Is het perfect hier, mensen? Helemaal goed komen. Engelsjes liggen op scherm, mensen. Kijk of jullie even kan laten showen. Hoop nog een dikke run vannacht. Zou mooi zijn.
Die van Jamie, die liggen helemaal aan de andere kant. Helemaal naar de andere kant. Mensen, oh, ik moet wat met zo'n bal een beetje 's nachts wel zien. Maar de bedjes liggen. Lekker in de open lucht. Het is bijna 12 uur, het is mooi geweest. Tukken. Weinig leven gehad er nu toe. Laten we hopen op een wake-up call. Dikke run gewoon ergens midden in de nacht. Maakt me maar geen reden uit. Wij gaan lekker liggen. En als het niet gaat, hoop ik dat ik niet wel lekker slaap. Nou, gaan we meemaken, mensen. Het waait nog wel een beetje. Het is nog best fris. Ja, mag de pret niet derven. Laten we hopen dat ik jullie straks een dikke bak kan laten zien. En anders misschien morgen vroeg. En anders misschien niet. We gaan het meemaken. Goedemorgen! Oh, dat was best wel even afpad. Ja, er staat nog best wat wind. Muts maar opgehouden, het is best fris. Maar kan jullie nog geen vis aanbieden, mensen? Drama! Ik heb zelf geen piepje gehoord vannacht. Eén runnetje van Jamie. Helaas leverde dat ook geen vis op. Ik heb de hengels op dit moment even uitleggen. Want ik ga ze even opnieuw inleggen en even op een andere plek. Beide lagen schoon, daar ben ik wel heel blij mee. Dat is in ieder geval een goed teken. Mindere is, dat ga ik jullie even laten zien. Maar ja, ik denk dat heel veel daar tegenwoordig last van hebben. En dat is het kreeften gebeuren. Zoals je ziet, radicaal aangegeten door de kreeften. Ik heb verder niks van gemerkt in ieder geval. Soms kan er wel eens een piepje van of iets of wat. Maar die andere niet. Dus nog helemaal perfect. Ik ga er eentje even ergens anders neerleggen. Ah, denk dat ik ze allebei ergens anders neer ga leggen. En dan hoop ik in de vroege ochtend nog visje te kunnen pakken. Dan gaan we zo'n bakje koffie zetten. Ja, laten we hopen, het kan nog steeds. Maar de nacht is wel vandaag stil gebleven. Best apart. Echt stil. Hoort er ook bij natuurlijk, blijf vissen. Nou, snel op scherp de hap en dan hopen dat het misschien nog gaat. Jongens. Vissen zoals jullie gewend zijn, gewoon weer met de bekende rig. De bekende bol. Zoals jullie zien. Geen gekkigheid. Gewoon waar ik altijd mee vis, daar heb ik vertrouwen in. Dus. Dus even op scherp leggen. Ideaal zo'n voerboot.
netjes erin leggen. De ballen erbij. Zijn op de hap. En glaas klaar. Kan ook deze op scherp. Hopen dat het lukt. Oh, wat is wat aan. En nu? Kijk al op pad of zo. Zo mooi neerleggen op deze manier, is echt ideaal. Dit zou ook nog wel te gooien zijn, maar als het niet hoeft, waarom zouden we dat doen? Hoop van zegen. Ontbijten nog voordat we inpakken en gaan. Heel belangrijk, even lekker iets warms in de buik. Lekker hoor. Knakkers gaan er altijd in. Heel leuk. Nou mensen, het is een taaie boel, helaas. Ik hoor nog wel eens van mensen reacties. Waarom wij vlogs uploaden waar geen vis in zit. Nou, dat is heel makkelijk. We willen sowieso alles uploaden. Want je vangt gewoon niet altijd wat, simpel zat. Ik bedoel, het is echt niet zo dat iedere sessie een vis wordt gevangen. Dat is, maar ja, het is ook zo dat wij natuurlijk niet 24/7 aan de waterkant zitten. En wij willen iedere week gewoon een vlog uppen. En vissen is natuurlijk vangen, maar vissen is ook gewoon genieten. Dus de reden dat er dus af en toe gewoon geen vis in zit, is omdat we gewoon geen vis vangen. Maar wel een vlog willen uppen en editen. En daarom dat dus ook gewoon doen. Wij genieten ook gewoon van alles eromheen. Ook van het editen, al het werk wat erachter zit. Want er gaat best veel tijd en energie in zitten. En daarbij hebben Nick en ik natuurlijk ook gewoon allebei een gezin. En een fulltime baan. Enzovoort, enzovoort. Dat is ook een van de redenen dat we natuurlijk niet elke avond naar de waterkant kunnen om door te vissen net zolang dat we een vis hebben. Natuurlijk is dat wel ons streven en daar vissen we ook voor. Maar af en toe lukt dat gewoon niet. En zoals vandaag ziet het er nou uit dat het ook niet gaat lukken om een visje te vangen. Helaas. We hebben lekker een nachtje gezeten. Lekker in de open lucht. Was wel genieten, maar best koud nog. Maar ja, weet je, het is gewoon zo. En ja, dat is een beetje de reden waarom we gewoon sowieso alles uppen. Omdat we dat gewoon graag doen. We willen jullie meenemen in het avontuur. En dat avontuur is soms met vis en soms zonder vis. En dat is niet anders. En de ene keer dan vang je je schil en de andere keer dan kun je niks vangen.
Ja, dat is jammer. En dat is ook vissen natuurlijk. Hè. Het moet ook niet te makkelijk gaan worden natuurlijk. Dus ja, dat. Helaas, helaas mensen. Een bakje zwakke goud nog even erin. Dat gaat er altijd in op de vroege morgen. Ja, het is niet anders. Opruimen is mooi geweest. Genoeg te doen vandaag. Eens die wat gevangen heeft was gisteren onze andere buurjongen die een avondje meeging. Bizarre, stoeltje mee, tasje mee, twee hengeltjes met de mettot en die pakt gewoon een mooie karp. Hè. Ja, het is hem van harte gegund. Geweldig natuurlijk. Zag er allemaal een beetje onhandig uit, maar ja, iedereen moet het leren, dus dan weten jullie dat. Niet dat daar vragen of zo overkomen. Zag er een beetje knullig uit met het oppakken en alles van de vis. Maar ja, iedereen moet het leren, mensen. En zo hebben wij het hem ook geleerd. En zijn we het hem aan het leren. Dus dan weten jullie dat bij deze. Maar het was wel een mooie vis verder. We hebben in ieder geval genoten. Ik hoop jullie ook van de video. Met deze bedankt weer voor het kijken. Volgende week zal Nick weer op pad zijn. Ik durf even niet te zeggen wat hij gaat doen. Maar dat gaan jullie meemaken. Dank jullie wel. Duimpje omhoog. En nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker even hier beneden. En dan zie ik jullie graag bij een volgende video.